Hè, maar ik ben blij met mijn meisjes. Ook heb ik de nieuwe kerstsloopjes om de kussens heen gedaan. Ja, ik vind het leuk staan. Die idem dito. En ook die, uiteraard. Kijk, en dan wil die even goed top in de buiten. Dan hangen balletjes in. Helemaal, joh. Helemaal balletjes. Ja. En ik heb stickers op de ramen. Kerst. Kerstdra en boem. Nou ja. Kerstdecoratie. Voor op de ruiten. Ja. Nou, de ballen heb ik gevonden. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, ja, woensdag, de 8e van de 11e 2023. Ja, ja, het is wat geen schoft als je zelf stil zit. Het is dan ook alweer 3:10 in de middag. Ik ben wel al met de meisjes eruit geweest, maar... Ze hadden gepoept en het was gelijk rechtsomkeerd. Hier nog op de gracht, hè? Richting de Mosterdbrug. Ja, hallo, we moeten verder. Nee, ze trokken me weer terug. Naar huis, ze wouden niet verder. Dus nou, maar weer naar huis. Ik ben langer blij, want het regent dan één stuk door. Echt, het is bagger weer. Maar dat ze dat dan uit hunzelf doen, dat vind ik knap, weet je. Ze hadden alles eigenlijk gedaan en uit hunzelf weer naar huis toe willen. En vooral die grote daarop, hè. Rijka ook wel, maar die grote, die was de eerste die zich omdraaide. Onze Elwing. Nou ja, hè. Bizar, en een husky border collie. Die houden toch op van dit weer, dacht ik. Weet niet hoor, ik ben geen hond. Maar in ieder geval, ja, je verneemt aan van wel, want die zijn toch, in het buitenland waar ze oorspronkelijk nog vandaan komen, huskies, zijn dat gewend, altijd in de sneeuw en ook slapen in de sneeuw, liggen in de sneeuw, lopen in de sneeuw, rennen in de sneeuw, etc. Dat zijn echte werkhonden. Maar ja... Hoe een border collie is, ja, ik weet het niet. En ik weet, ja, ze is in maart geboren, dus niet echt winter, maar ook niet echt zomer. Dus ja, voorjaar nog, ook nog niet eens, geloof ik. Maar in ieder geval, ja. Ik weet ook niet hoor, hoe ze voorheen vroeger verwend is geweest als puppy zijnde. Of het warm is gehouden, lekker, weet ik veel. Het legt er ook aan, en ze heeft dan op een balkon gelegen. Nou ja, weer en wind. Enkel slag dan in een bench. En die was wel beschut gemaakt. Zodat ze geen last had van regen of wat dan ook. Maar ze stonk wel naar haar eigen uitwerpselen. En de speelgoed ook en alles. Nou, zielig. Ze kon niet meer lopen, niet meer staan. Zielig dus, ja. Hé, maar ik ben blij met mijn meisjes. Ook heb ik de nieuwe kerstsloopjes om de kussens heen gedaan. Ja, ik vind het leuk staan. Die idem dito. En ook die, uiteraard. Kijk, en dan wil die even goed top in de buiten. Nou, je ziet het op de ramen. Het is van dat hele fijne, vieze, miezerige rot weer. En het waait als een raket. Nou, kom dan. Moet je naar buiten? Kom dan. Kom dan. Nou ja, mijn hand wordt nat. Ja. Ba. Ba. Ja. Is je ba, ba, ba? Hé. Hey, truffeltje Trinola. Ja, vrouwtje is lang niet in orde, zeg maar. Maar dat zien ze zo wel. Oh, dat wil niet de andere kant op. Moet ik er even bij schud.
Ja, ik ben niet echt helemaal in orde. Nee, ja. Ik heb nog last van mijn oor. Ik heb hier tegen je wenkbrauwen aan. Wat hoofdpijn. En mijn moe. En ik ben misselijk. Ja. Ja. Komt allemaal wel weer goed. Ik denk dat het hoofdzakelijk door die oor komt. Want het staat wel allemaal in verbinding. Het is hier je hoofd. Dus. Maar ik zal zo meteen... Die. En ik moet die hebben. Die in mijn neus moet ik doen. En die in mijn oor moet ik doen. Dus dat gaan we zo meteen eerst doen. Hé, jij kind. Ja. En dan moet ik even weer een nieuw doekje pakken. Over closetpapier doen we dat. Ja, voor in mijn oor. Hé, jij nou. Jij, schat. Ze kijkt me zo aan. Oh, godje. Waarom krijg ik dat juist? Ik ga even dat doen. Ja, moet toch wat gebeuren, hè? Ja. Oh ja, hier schudden voor gebruik. Het klinkt altijd zo lekker, hè, maar niet heus. Maar ja, ik doe niks vies. Jullie moeten dat ook wel eens, denk ik, doen. Ik hoef mijn neus niet te snuiten. Ik neem medicatie in. En dat mogen jullie best zien hoe ik dat doe, ja. Want ze doen dat zo, maar ik heb een kromme vinger en dat wil niet. Dus ik doe met twee handen en dan wil het wel. Hij doet het niet. Nou, waarom wil die niet? Ik voel niks komen. Dat is raar. Nou, nog een keer. Even. Echt, ik voel niks komen. Er zit nog genoeg in. Er zit zout in. Ja, echt. Er zit echt zout in, hoor. Ja, nou weer wel. Ja, nou weer wel. Ja, daar zit nou weer in. Ik weet ook niet wat het is, hoor. Ja, misschien dat hij weer op slot sprong, weet ik veel wat. Hé, ja, hè, dan zullen we die weggooien. Ja, en is wat bagger uitgekomen. Hup. Ga ik even een nieuwe scheuren. Zo. Ook even schudden, je weet niet wat er allemaal heen zit. In die zit zeezout. Nou ja, zout, dat gaat weer naar beneden. Dus ja, ik schud automatisch. Je weet het nooit. Ja, hoofdje scheef. En dan knijpen in het flesje. En dan moet je ook kracht voor hebben in je vingers. Maar je voelt het wel lopen. Zo, oortje even open trekken. En dan hoop ik dat dit genoeg is. Zo, ja, is genoeg. En dan kun je zeggen, waarom doe je er geen watje in? Nee, waarom niet? Een watje is veel malen groter. En ik heb maar een klein dingetje nodig. En een closetpapier kan net zo goed. Als je maar zorgt dat er... geen pluisjes erin achterblijft. Nou, dat blijft er niet. Ik haal het er weer helemaal eruit. Nou, heb ik dat ook weer gedaan. En die kleine meid weet niet wat ze wil, onze Rijka. Hé? Nee, kind. Jee, je weet niet wat je wilt, hè? Nee. Nee, ik weet wel wat ik wil. Ja. En als ik mijn koffie zo drinken, dan komt dat. 1, 2, komt dan. Goed zo. Nee, dat is een vrouwtje. Dat is een vrouw.
Hé? Leg een broodje voor me. Ja. Is zo lief. Hé? Is je mijn meisje, hè? Ja. Nee, ik ben ook maar een heel klein beetje opgemaakt. Enkel tot zwarte oogschaduw en mijn wenkbrauwen. En meer heb ik niet gedaan. Ik denk, bekijk het maar. Geef het. Geen zin. En een wonder boven wonder. Dat zag Erwin gisteren. Mijn vlinderstruik die bloeit weer. Hoe dan? November en hij bloeit weer. Ja, geweldig aan één kant. Maar ook dom. Ja, hoe kan dat? Ja, echt. En Mirjam, jij had mij weer een vraag gesteld. Ik heb hem er nog niet bij gehaald. Maar je ziet dat ik nou niet in orde ben. En dat ik moet met mezelf even bezig. Maar die vraag van jou, die zit nou in de koelkast, als het ware. Je weet wat die uitdrukking betekent, mag ik hopen. He, uitdrukking van vroeger uit de 27e zeetijd. Hij staat op mijn computer, ik weet waar. En ja, kom maar op, gewoon met meerdere vragen. Ik zet het er allemaal in nemen. Ik heb hem even in, dit is voor mij dus even weer een moeilijke. Ik kan dat nou niet, omdat ik met mezelf bezig moet. En ja... Je begrijpt me donders goed. Dus komt wel goed, lieve schat. Ja. Hè? Ja. Hier moet vrouwtje echt beter zijn, hè? Ja. Ik ga wel lekker door met mijn huisje te versieren. Ja, en... ja, de keuken heb ik ook allemaal al slingers. Maar dat weten jullie ook al. Ik heb dus net de kussentjes laten zien. Nou, die sloopjes waren met €2,50. Nou ja, wie doet je wat? Ja, ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Ja, dus helemaal leuk. Dat gaan we straks naar de koffie, naar mijn broodje, ga ik gewoon lekker verder. En als het droog is, ga ik mijn meisjes weer even uitlaten. Want een korte route is niet goed. Nee. Nee, wacht eventjes tot het droog is en het zal heus nog een keertje droog gaan worden, mag ik hopen. Mag ik hopen, ja. Gaan we kijken. Op allebei gaan we kijken. Het zijn kleine pieken, maar het waait nogal hard, dus het strint in je gezicht als je windje tegen hebt. Nou, dat is ook niet leuk. Echt niet. Ja, en die andere gaat even over middelmatig heen. Maar het is, dat doet zeer in je gezicht. Hero, ik kan het nog beter zien. Geeft het duidelijker aan, vind ik. Maar ja, het strint echt. Want net dit kleine heuveltje dat ik mijn deur even open had. Ja, nou deed het gewoon zeer op mijn hand dat ik het op mijn hand kreeg. Nou, dat is toch niet leuk? Nee. Maar ja, komt wel goed allemaal. Hé, meisje lief? Ja, ja, zeg maar ja tegen het leven. Hé? Kusje, kusje. Mwah. Dus het koude pootjes. En een koud kontje. En die zegt 10 graden, die zegt 11 graden, deze zegt ook 10 graden, die gaan we verversen. Hoef ik ook niks te vragen. Het blijft 10 graden, dus ja, het is niet lekker weer. Maar ja, ik heb liever dat het dan een beetje vriest en dat droog is. Dan zeg ik heerlijk, genieten is gezond. Maar dit, ja. Hé, meisje lief. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Maak hem zelf gezellig, als het bij jullie ook sukkerrot weer is en je baalt ervan. Nou ja, probeer zelf het zonnetje te wezen. Doe leuke dingen met je kinderen of zonder kinderen. Als je geen kinderen meer hebt of nog niet hebt, of weet ik veel wat. Of op je werk, weet ik veel. Versier je huis, net zoals ik. Ja, geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Nou, jullie weten ongeveer allemaal wel wat op mijn bureau staat. CQ stond, laat maar zeggen.
Hier liggen al een paar spullen. Dat stond op de printer en daarna stond deze mooie kaarsenkandelaar. Ja, nou, ik ben aan het schoonmaken. En dan laat ik het jullie straks wel weer zien hoe het er dan uitziet. En ja, wat gaan we doen? Dat lijkt me wel even een strak plan. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer reeds avond en hoe laat leven? 21:50 uur, dus ja, tegen 10 en ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. Maar ik heb heel wat gedaan. De ramen zijn nou klaar. Daar ook. Mijn bureau bovenop is klaar. Enkel waar ik werk nog niet. Achter mijn scherm is nog een puinhoop. Maar ik zet ook steeds spullen nog daar neer als ik bezig ben. Dus onderkant blijft gewoon nog even zo. Daar moeten jullie niet op letten. Waar de diertjes staan, de eurentjes van mijn diertjes is ook klaar. Ook waar de laptopjes van mijn mannetje staat en de Google Hub staat enzovoort is ook klaar. Het is de hal nog wat ik nog moet versieren. De wc is ook al klaar. Het is de hal nog. En de kerstboom nog. En dan de tafels. De tafels doe ik ook maar als laatste. Want daar is het één puinhoop. Die is zo goed als leeg. Ook het blad wat er bovenop stond met mijn heks is weg. Daar is de heks ook al weg. Ja, dat, ik laat het jullie even in vogelvlucht een beetje zien. Morgen, overdag. Ik denk dat je het dan beter kan zien, want ik heb nog geen kerstverlichting, niks aan. Dan enkel die streng. Ja, meer niet. Dus ik draai jullie even om. En nou, beginnen we gewoon bij de klok. Met de klok, 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 klok. Nou ja, slingertje, 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 slingertje. Balletjes in de hoek. Het is daar wel donker, maar daar kan ik ook niks aan doen. Lichtjes om de fotolijstjes heen, maar de lichtjes die zijn ook bijna op. Dan moet de batterij, die moet eventjes weer opgeladen worden. Dan hangen balletjes in. Helemaal, joh. Dit zijn mijn balletjes. Ja. En ik heb stickers op de ramen. Kerst. Slingen. Kerst. En boem. Nou ja. Kerstdecoratie. Voor op de ruiten. Ja. Nou, de bal heb ik gevonden. Nou, die bal die hing vorig jaar aan deze kant. En die hing aan die kant. Ja, de kerstboom heeft weer een piekje. Maar ik ben nog steeds mijn eigenste piekje kwijt. Nog steeds nooit niet gevonden. Terwijl ik vorig jaar alle boksen leeg heb gehad. Ja. Nou, het tafeltje stond leeg. Daar de kaarsenhouder heb ik gevonden. Dus ja, maar daar is het ook allemaal nog donker. Ik moet nog even kerstverlichting daarbij bij het stalletje hebben. En dan komt dat ook wel goed. Ja. En natuurlijk mijn mannetje weer als engel erin. En mijn schoonouders erbovenop. Dus ja. En dan ben ik klaar, 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 klaar. Nou, de keuken ook. Is ook klaar, maar daar is het ook helemaal donker. Ik zal daar even gewoon een normaal lichtje aan doen. Dan zien we dat beter. Uppata. Zo. Ook balletjes erbij in. Dus ja, dat dus. Klokjes. Ja. Dus ja, is ook helemaal klaar. Daar ben ik weer blij mee. Daarom zeg ik, het is enkel de hal nog. Maar mijn rollator die staat in de weg weg. Dan moet ik de rollator weer daar weg hebben. En dan, nou ja, ik heb de doos van de stal, die staat daar al. En er staan twee kratjes in elkaar. Kleine in de grote. Dat kan allemaal weer naar boven. En nou, mijn kerstkleden. En daar ligt ook kerstkleedjes.
Ja, en die kerstkrans wil ik aan de voordeur hebben. Aan de buitenkant wel te verstaan. Dus ja, dat dus. En deze, ja, die heb ik ook weer gevonden. Maar dat komt allemaal wel. Dat komt hier op de eettafel. Ja, helemaal happy ermee dat ik het tot zover klaar heb. Ja. En dus, en ik ga de kerstverlichting nog niet aandoen. Nee, ik ben toch alleen. Dus ja, en het is nog geen kerst, hè. Nee. Dus ja, en mijn meisjes? Nou, daar ligt er eentje heerlijk lief. En daar ligt er ook eentje heerlijk lief. Allebei lief zijn, hè. Hier. Die ligt ver in de rommelot, geloof ik. Er gaat geen oogje van open. Maar die is wakkertjes, hè. Hier. En als ik nou weer voor de computer ga zitten, wie komt er dan bij me? Die dame, ja. Wil ze aandacht? Mag ik niet werken? Ja. Je bent wel lief hoor. Hier zeker. Hé? Mijn schoonheid, hè. Ja. Mijn grote schoonheid, hè. Met je knappe toet. Ja. Ja. Dat ben je. Oh, jij ook oogjes open? Nou, maar je bent ook knap hoor. Ja, je bent mijn kleine knappe meid. Met je knappe toet. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga verder. Ik ga opschieten. Ik ga mijn... die kan ook opgeruimd worden. Zo. Sleutels. Nou, hup. En dan kan ik zo meteen aan het werk. Want anders kom ik niet klaar. Nee. Nou, ik zou zeggen, een verdere fijne voortzetting van deze avond en tot later. Elwin, ga ik mee naar bedje toe? Elwin, ga je mee naar bedje toe? Die zegt niks, die denkt, laat me toch. Rijka, ga jij mee naar bedje toe? Ga je mee naar bedje toe? Jij. Ja, straks als ik aanstalten ga maken om naar boven toe te gaan. Want het is al heel erg laat, maar ik ben wel klaar. Vlog in elkaar gezet en Facebook gedaan. Dus ja. En ik krijg het nog drukker. Ja, want ik ben gebombardeerd tot moderatrice van een andere groep. Ja. Want... in die groep is van alles en nog wat aan de hand. Wat we daar niet leuk vinden. En het is een hele leuke groep. Een gezellige groep. Een mooie groep. Ook de beheerster is een schat van een vrouw. Maar er gebeurt af en toe dingetjes. Wie dat doet, ja, dat, ik zag nooit wat. En misschien dat ze bang voor mij zijn. Maar nu ineens zag ik wel wat. Maar diegene was de groep al uit, maar dat zijn plaatjes en filmpjes wat niet bij zo'n groep hoort, maar in een seksgroep. Nou, en dat mag niet eens niet van Facebook. Dus waarom Facebook dat tolereert? Want bij ons mag het niet, hè? In mijn groepen. Wij willen het zelf al niet, maar als... Ik weet niet of jullie die gebreide broek kunnen met die slurf en met die oren eraan. Dat ziet Facebook als naaktbeelden. Wat? Pardon? Alles is bedekt. Het is een olifant. Ja, het heeft ogen, het heeft van die flaporen aan de zijkant. En het heeft een slurf. Ja, wat erin zit, dat zie je niet. Maar dat ziet Facebook als naaktbeelden. Hoe dan? Als er in een andere groep echte naaktbeelden komen, dat laten ze staan. Hoe dan? Facebook wordt wakker. Ja. Oftewel, die mensen die erachter zitten, of die robotten. Ze moeten die robotten even vervechten, of weet ik veel wat. Of echte mensen erachter zetten. Maar het deugt daarvoor geen harnas. Nee. Maar oké, buiten dat, het is 2:55. Dat wij gaan hardlopen naar de bed. Ik heb de meisjes halverwege de avond al uitgelaten.
Enkel toen regende het en ja, het regende de hele dag al, maar het is nu droog. Maar ik ga nou niet meer naar buiten, het is mij te laat. Het is geen zomer, het is geen weekend. En ik moet slapen. En aangezien dat Willy ook vandaag komt, ja, dan gaan we toch lekker een beetje. Maar ze zijn in ieder geval uit geweest, enkel niet de hele ronde. Maar dat maakt niet uit. Ze wouden zelf ook weer terug. Vanmiddag ook al. Ze wouden zelf terug. Ja, kan ik niks aan doen. Ze hadden gepoept tegen piesten en dan willen ze weer terug. Dus ik gooi zo meteen de deur nog even open. Wie er naar buiten gaat, gaat er naar buiten. Wie er binnen blijft, blijft binnen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vriend, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Doei!